Let the children play and give them hope someday to live their life in unity. Let the children play. Let them all believe they may grow up in peace, so they can live in harmony. Let them all believe. Wij hadden gewoon het publieke idee om een gemeentehuis te komen bestormen. Dat lijkt me hartstikke spannend. Heel goed idee van jullie. En wat was het doel? Want ik zie jullie allemaal mooie cd's vasthouden. Om geld gaat naar goed doel van het vergeten kind. En daar hebben jullie die cd voor volgezongen? Ja, wat goed. Wij zijn in juli begonnen met dit project. Het is van de Star Company. En dat project dat komt jaarlijks terug. En dit project heet Let the Children Play. En al deze kinderen die doen mee met de Star Company. En die hebben dus die cd opgenomen, een videoclip opgenomen. En ook verschillende radio- en tv-interviews gehad. De cd is ook wereldwijd uitgebracht. Dus op verschillende radiostations in de wereld is die ook echt gedraaid. Wat natuurlijk helemaal leuk is, natuurlijk ook in Nederland super. Uiteraard. Concert van de Star Company. Ja. En daar hebben ze ook heel hard aan gewerkt. Dus dat wordt een wervelende show. Ik ben heel benieuwd. Maar nou is de bedoeling natuurlijk dat ik een cd koop, denk ik, of niet? Ja, zeker. Uiteraard. Hoe duur zijn ze? Hoeveel geld kosten ze? €5. €5 zijn ze en het hele bedrag gaat naar de Stichting het Vergeten Kind. Geweldig. En wat doet de stichting? Weten jullie dat ook? Het is eigenlijk een soort opvang voor kinderen die verwaarloosd zijn door hun ouders. En dat zijn ongeveer 38.000 kinderen in Nederland. Niet. Wat fantastisch dat jullie dat doen. En dat wil ik heel graag weten eventjes. Zouden jullie één liedje kunnen zingen van die cd? Kan dat? Ja. Kan dat? Ja. Hey, hey, let the children play. Hey, yippee-ya-yay, hey. Ja, één. Twee. Drie. Ja, ik kon er niet meer. Ja, ik vind het een heel belangrijk doel wat ze nastreven om die kinderen te ondersteunen, het vergeten kind. We weten inderdaad vaak niet dat die kinderen gewoon tussen ons zitten of zijn. Dat ze eigenlijk vlakbij zijn. We hebben het idee, kinderen die verwaarloosd zijn, mishandeld, dat zijn kinderen misschien in een ver land of zo. Maar het gaat nu om kinderen die vlakbij zijn en die door allerlei omstandigheden dus... niet gewoon gezellig op school kunnen zitten, niet gewoon gezellig mee kunnen doen met sportactiviteiten. En het is gewoon hartstikke goed dat andere kinderen zich daar druk om maken en dat ze een actie voeren om die kinderen te ondersteunen. Zeg maar, wat gaan jullie met al die andere cd's doen? Want jullie gingen het gemeentehuis bestormen. Ja, we proberen waarschijnlijk zoveel mogelijk cd's te kopen en dan hopen dat we alles kwijtraken. Kijk eens, er staat nog een collega van mij daarachter. Dit is een geweldig initiatief, want het gaat om kwetsbare kinderen die hier mee gemoeid zijn. Dus het is alleen maar goed dat de kinderen hier op hun eigen initiatief ook voor het goede doel rondlopen. Star Company en wij hebben een liedje geschreven voor Stichting het Vergeten Kind. Het liedje heet Let's Children Play. Het is een single en wij willen dus dat mensen een bijdrage doen aan Stichting het Vergeten Kind. En wij vragen aan u altijd of u misschien een cd kan kopen. Hoe kost het cd's? €5 en het hele bedrag gaat naar de Stichting. Hoeveel kost het? €5. Dat is goed, maar dat wil ik wel maar horen. En give them hope someday to live their lives in unity. Let the children play and let them all believe when they grow.